Patrick, tevreden? Ja, toch wel tevreden. Natuurlijk hoop je altijd dat je het hier de ultieme rit rijdt. En die heb ik misschien niet helemaal gereden. Maar al met al zijn eerste grote kampioenschap, de voorbereiding die we hadden, ben ik zeker tevreden. Het verhaal is eigenlijk ongekend, hè? Want had je je vakantie al geboekt? Nee, dat nog niet. Ik was natuurlijk wel reserve en na het uitvallen van Hans Peter, toen heeft Riem me wel opgebeld direct dat hij zei, ja, hou wel rekening mee, je bent nu eerste reserve. Als er dus iets gebeurt, dan moeten we wel zorgen dat we een beroep op je kunnen doen. Dus ja, dan hou je dat wel in je achterhoofd. Maar toch is het wel ietsjes anders of moeilijker trainen als je niet echt een soort hebt van daar gaan we heen. Dus ik heb hem zeker wel getraind en hij was zeker wel echt wel goed in vorm, dus dat is zeker geen excuus. Maar de voorbereiding is natuurlijk anders dan dat je van tevoren weet dat je mag gaan. Ja, want was je net zo verbaasd als iedereen? Nou, net zo verbaasd als iedereen. Het blijven natuurlijk toch paarden. En ik weet, ik ben wel vaker reserve geweest en dan viel er niemand uit. Ik ben een keer voor de wereldkampioenschap of de wereldbekerfinales reserve geweest. En daar viel er in een maand tijd niemand uit van de 16. Ja, en nu vallen er van de 4-2 uit. Dus ja, het kan dus wel gebeuren. Maar het is niet de eerste keer dat er een aantal paarden uitvallen. Dus je houdt er toch wel ergens rekening mee. Ondanks alles, hoe heeft hij zich gehouden dan in de afgelopen weken en vooral vandaag? Ik moet zeggen, ik vind dat hij zich echt heel goed heeft gehouden. Hij was eigenlijk heel ontspannen en heel relaxed. En dat heeft me ook een tikkeltje verrast eigenlijk, omdat hij in Aken eigenlijk heel gespannen was. Dus dan heb je toch een beetje meer een visie dat je denkt, nou, we moeten alleen zorgen dat we dat opgelost krijgen. Hier was hij eigenlijk soort best wel aardig goed in zijn doen. Behalve de reis dat hij een beetje spanning van had gehad. Dus dan is het nog wel een beetje zoeken, omdat ik al niet vanaf de eerste dag zeg maar een beetje dezelfde aanspanning kreeg als wat ik in Aken had. Maar ik moet zeggen, ja, ik vind dat we, als dat een periode geleden was gebeurd, dan kwam ik echt niet zonder kleerscheuren door de proef heen. En ik vind dat zeker nu, als niet alle voorwaarden optimaal zijn, als je dan toch een redelijk foutloze proef kan rijden met een PIAF die niet zo mooi was, dan mag je gewoon niet anders dan tevreden zijn. En je mag hier gewoon de titel verdedigen, hè? Ja, we mogen ook nog de titel verdedigen. Ja, we zijn met drie van dezelfde ruiters, met alle drie een ander paard en dan Madeleine erbij. Dus toch is dat wel apart. Hoe schat jij de kansen voor dit team in? Nou ja, de kansen is natuurlijk, iedere rit moet gewoon maar gereden worden. En je ziet het wat wij hebben gehad, een beetje aan pech in de voorbereiding met het uithal van paarden. We zullen ook een beetje afhankelijk zijn van de pech van een ander. Maar iedereen moet nog maar rijden en alles moet nog maar gebeuren.